Erik Goossens, Bieke Illegems, Assise 5 ondertussen. Hoe ging het? Het ging wel lekker, denk ik. We hadden hiervoor al een paar voorstellingen met publiek gehad. Dus het liep wel vlot, denk ik. We hebben ons goed geamuseerd op het podium en hopelijk heeft het publiek dat ook gezien. Want als ik het goed voor heb, het publiek heeft de eindbeslissing, hè? Ja, het is interactief, hè. Dus ja, als procureur wil ik natuurlijk dat ze veroordeeld wordt vermoord. En ja, de advocaat wil natuurlijk haar vrij zien te pleiten. En tussen die twee is er een strijd. En uiteindelijk is het publiek die als jury fungeert, die beslist. Hoe moet ik me dat dan voorstellen als jullie thuis repeteren? Want ik neem aan dat jullie samen thuis gerepeteerd hebben. Ja, ja, wij oefenen de dialoogjes die wij onder ons twee hebben, die oefenen wij thuis wel of in de auto hier naartoe. En dan soms, ja, daar komen natuurlijk ook andere personages tussen, dus die spelen we dan ook. Dus het is wel... Ja. En, dan zitten we in de zetel en tussen ons zit dan de nond en dan is hij constant zo'n ton. Ja. Dat is plezant. Wat hoop je nu dan altijd op het einde? Dat je de rechtszaak wint of gun je de ander het ook? Ja, het is natuurlijk een script dat vooraf vast ligt, maar ik doe wel mijn best. Ik voel mij heel erg verantwoordelijk voor mijn verdachte, dus ik wil haar absoluut wel vrij laten gaan. Met andere woorden, ze gunt het mij niet. Dat is zware rivaliteit. Als je nu in één zin aan het publiek zou moeten zeggen die nog geen kaarten heeft gekocht, kom naar Assise, waarom? Oh, waarom? Omdat het een onwaarschijnlijke leuke formule is waarin dat je één toch wel wat moet mee nadenken. Er wordt gelachen, maar heel snel daarna is er toch een serieus dat erin zit. Dus het gaat van de kant naar het kastje, zal ik dat ze zeggen. Dus je hebt wel een avond, een hele leuke avond.